We weten dat heel veel mensen iedere ochtend met ons opstaan. Ja, ik zit nu op de klok te kijken, want het nieuws van 9 uur komt eraan. En we hebben die eigenaar dan en eventueel dat moeten we kan de gemeente er ook bij regelen. Want dan wordt het wel interessant, want dan wordt het een rond verhaal. Goedemorgen. Wat een vrolijke toerij in de ochtend. Kijk, nu moet je het doen. RTV Rijnmond, goedemorgen. Maar dan moet Nicky me eigenlijk altijd even helpen met deze van achteren vast te maken. Kijk hier. Die, we hebben alleen de wielen van Fiat 500 meegenomen. Hij wil voorlopig nog niets zeggen over het waarom van zijn straf. Er zit nog een tapje en teaser en dan krijgen we pas Marion. Klaar. Nu is het weer. Ed, goedemorgen. Dag Rijntjan, goedemorgen. Wat wordt het vandaag en de komende dagen? We zitten heel erg dicht op de luisteraar, dat merk je voortdurend. We moeten inderdaad ook heel veel doen, zelf doen, maar ook zelf regelen. Want het is natuurlijk een klein clubje met niet al te veel geld. Dus dat betekent wel hard werken, maar het is ook hartstikke leuk. En we krijgen heel veel reacties van luisteraars. En we weten dat heel veel mensen iedere ochtend met ons opstaan. Ja, ik zit nu op de klok te kijken, want het nieuws van 9 uur komt eraan. Het is nu 9 uur. Die is wel in gebruik, laat ik het zo zeggen. Ja. Deze blijft gewoon leeg staan. Ja. Dat is wel heel suf, eigenlijk. Ja, zeker. Het lijkt me vrij. De kool is niet zo makkelijk. Nee, ik denk dat voor de camera te krijgen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat zo was het. Hoe laat? 2:15 komen ze hier. Oké. Okay. Ja? We hebben die eigenaar dan en eventueel dat moeten we kan de gemeente er ook bij regelen. Want dan wordt het wel interessant, want dan wordt het een rond verhaal. Wakker@rijnmond.nl presenteert FC Rijnmond. Voetbalnieuws en analyse. Ja, gewoon lekker lullen over voetbal. Met Frank Stout. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen wederom. Ja, veel Olympisch nieuws, zei je het vorige uur al, maar weinig voetbalnieuws. Dus het wordt een korte FC Rijnmond. Wordt kort. Ja, nou, waar gaan we het over hebben? Sparta in ieder geval. Ja, die hebben een Franse spits op proef. Namelijk omdat Roland Bergkamp langdurig geblesseerd is, hebben zij nu even kijken. Cyril Chevreul heette deze vriendelijke jongen uit Frankrijk. 26 jaar, speelde hiervoor bij FC Aubagne. Dat is het vijfde niveau in Frankrijk. Ja, ik ben benieuwd of dat nou de oplossingen gaat zijn. Gisteren. Zo, de sport zit weer in de radio-uitzending. Ja. Vind je dat belangrijk dat de sport ook onderdeel is van, van deze radio-uitzending? Ik vind het wel belangrijk, ja. Ik vind, we hebben heel veel luisteraars die op Radio Rijnmond inschakelen voor de sport. Niet alleen met Feyenoord, natuurlijk wel de meeste luisteraars. Maar ook bij Sparta, Excelsior, livestream bij Dordrecht en die andere sporten. Dus ja, ik vind het wel belangrijk dat we een plekje hebben hier. Ja. En als je kijkt naar de luistercijfers, je ziet dat na 9 uur er een piek in de luistercijfers zit. Omdat kennelijk... Dit is wat mensen willen horen, ook al heb ik zoals vandaag bijna niks zinnigs verteld. We gaan kijken in de Hoekse Waard, een plek waar het ooit vol lag met buskruid en munitie. En de strik was afgescheiden, dat is nu heel anders. Waar vroeger militairen bivakkeren kun je tegenwoordig onder andere kamperen en wandelingen maken. Ik heb het over Fort Buitensluis bij Numansdorp. Gesticht tijdens de Eerste Wereldoorlog. En het beheerders-echtpaar houdt vandaag een open dag daar. Iedereen kan daar gaan kijken. En de vraag is dus, is het de moeite waard om naartoe te gaan? Dat gaan we vragen aan Jelle Gunneweg, want die is daar nu al. Ja, hoppakee. Daar zijn we. Nou, wat treffen we dan aan? Wat zijn dit voor dingen? Het is een reddingsvlot. Oh, oké. Okay. 2 keer 6 personen. Ja. We nemen ook 12 personen mee met de rondvaart. Jij werkt er al een flink aantal jaar voor Rijnmond. Heb je het bedrijf wel zien veranderen? Van natuurlijk puur radio naar tv, naar ja, en naar steeds professioneler. Daarmee is eigenlijk wat mij betreft wel een beetje de glans eraf. Ja, ik vind het leuker als het een beetje brutaler is of anders is dan zoals het hoort. En in die zin mag het wel weer wat brutaler wat mij betreft. Is daar dan internet bijvoorbeeld wel weer een goede gelegenheid voor om brutaler te zijn? Ja, dan niet zozeer de site, denk ik, maar wel de social media. Daar kun je echt wel je eigen smol ook laten zien. Daarom vind ik Twitter ook zo leuk, dat je die directe interactie hebt. En
ja, daar profileer ik me ook echt wel als Jelle. Weet je? En niet als een gewone verslaggever. Nee, ik ben echt Jelle. En ik vertel ook wat ik thuis meemaak. En volgens mij is dat nog die extra laag die je een luisteraar of een volger kan meegeven. Dat maakt het wel persoonlijk. Ik zit nu even te kijken naar de berichten die zo meteen voorgelezen gaan worden om 10 uur. De ochtenddrukte is een klein beetje voorbij. Dus eens even kijken of we zo meteen alle ellende de wereld in gaan slingeren. Schrijf je alle teksten zelf? Ja. Dat is een verschil in vergelijking met bijvoorbeeld andere media die soms nog wel eens meerdere mensen daarvoor in dienst hebben. Maar ik schrijf ze in principe wel allemaal zelf, ja. Is dat soms stressen tegen een deadline aan, omdat het, ja... Je hobbelt van deadline naar deadline. In feite is er niemand die zoveel deadlines heeft als de radionieuwslezers. Maakt het wel spannend en leuk. Er is 10 uur. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de wietkwekerij die gisteravond is aangetroffen in een loods in Stellendam. De kwekerij is zo'n 400 vierkante meter groot. Volgens de politie is de kwekerij uitermate professioneel opgezet. Hoe lastig is het om het goed voor te lezen? Daar gaat wel een paar jaar overheen voordat je echt heel goed bent. Hè. Er zijn hier collega's die nog veel langer dan ik hier aan het werk zijn. En nou, die lezen echt gewoon heel netjes en heel goed, heel rustig, foutloos. Dat gaat niet over één nacht ijs. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Sanne, wat heb je nu gepakt eigenlijk allemaal? Dit is de Marans. Is voor de radioreportage. Mijn camera ligt al in de auto, dus ik ga zo op pad. En je gaat alleen, hè? Ja, ik ben een cameo, zoals dat zo mooi heet. Een camerajournalist. Dus dat betekent dat je helemaal alleen op pad gaat. En eigenlijk voor radio, tv en internet je alles alleen doet.